Welkom. Lekker. Wat ik heel bijzonder en heel leuk aan het verhaal vind, is dat het echt is om vrouwen in beweging te krijgen. Om het sporten te activeren. En dat is ook wel een link naar mijn werk als fysiotherapeut. Ja, ik ben echt wel heel erg opgericht om mensen weer in beweging te krijgen. Gezond, een stukje leefstijl. Wat ik een belangrijk iets vind, is dat je iets kiest wat je leuk vindt. Ja, dus als jij hardlopen niet leuk vindt, ga dan lekker fietsen. Kies dingen die heel toegankelijk zijn. Zeker als je ergens mee begint, als je de eerste paar keer het heel erg vervelend vindt. Tuurlijk is het allereerste begin is nooit makkelijk, maar het moet wel zo zijn dat je thuis komt en denkt van ja. Sprak me zo aan. Zo dat rennen tussendoor, die oefeningen doen. Gewoon echt en die informatie die je van haar krijgt, vind ik heel belangrijk. Deze dag had ik gewoon mijn vriendin had gezien in de krantje Vrouw. En ze zegt, zo dat doen? Ik zeg, ja, maar ja, moet er dan wel bij zitten. En ik vond het hartstikke leuk dat we erbij zaten. Dus ja. Omdat mijn moeder me had opgegeven hiervoor. Dus om dit samen te doen met mijn moeder. Ik ben door haar gaan hardlopen. En door dit wil ik haar bedanken. Omdat ik lekker in beweging wil zijn. Is goed voor de mensen. Houd je soepel. En dan kraakt het soms een beetje onder in je rug of het knikt wat. Dat is allemaal helemaal niet erg. In. En uit. En je blijft met je billen van de grond. Je krijgt een beetje de indruk van hoe een topsporter leeft, omdat ze daar heel veel over vertelt. En ook nog tips en zo, dat is heel erg leuk. Ik vond het geweldig. Ja, heel leuk. Ja, leuke uitleg, heel spontaan gedaan en ook heel goed georganiseerd. Goede tips gekregen en lekker weertje erbij. Dat je goed naar je lijf moet luisteren en goed je lijf moet leren kennen met je training. Nou ja, ik loop normaal gesproken niet zo vaak hard, dus het is echt een leuk begin om te gaan sporten.